Stiksteek. Ik gebruik in dit geval 3 draden van de 6. Maar je kan zoveel draden gebruiken als je zelf wil. Ik heb een knoopje gelegd aan het einde van de draad, zodat de draad vast blijft zitten. We gaan evenredige steekjes maken achter elkaar. En dit is de stiksteek. En ik kom weer omhoog. En we gaan weer naar beneden. Precies op hetzelfde punt. En we gaan weer omhoog. Soms even zoeken naar het juiste punt. En dit is de stiksteek.